Zijn ik ben Maatschap Vaandrager die dit jaar voor het eerst een nieuwe fungicide toepast, Alstar. Dat gaan we dit jaar monitoren om te kijken wat de effecten zijn op Rhizoctonia gedurende het seizoen en bij de oost. Wij verwachten dat het een goede bestrijding heeft en uiteindelijk een meerwaarde voor onze telers. Ik heb een bedrijf met mijn vader en mijn oom in Luttelgeest. Akkerbouwbedrijf. De hoofdtak is pootgoed, waarvan ongeveer op ons bedrijf zo'n 60 hectare staat. Wij zitten op zavelgrond, kleigrond. Vandaag planten we het ras Innovator. Die zijn gevoelig voor Rhizoctonia. Daarom is het belangrijk om tijdens het poten een goede grondbehandeling uit te voeren om de toekomstige knollen te beschermen tegen Rhizoctonia. Rhizoctonia-bestrijding is bij ons belangrijk. We willen graag de moederknollen lang laten zitten. En voor de export is Rhizoctonia niet wenselijk. Daarom is het een belangrijke schakel in ons pootgoedteelt. Voor een hoogwaardig exportproduct is het gewoon belangrijk dat de aardappels Rhizoctonia vrij zijn. En uiteindelijk ook betaalt zich dat terug in kwaliteitspremies. Tijdens het planten voegen wij in de rij toe een grond- en knolbehandeling met de fungicide Alstar. Verder voegen wij ook fosfaat vloeibare bemesting toe, Vertifos en een insecticide om het pootgoed voor de aankomende 10 weken te beschermen tegen virus. Fosfaat in de rij voegen wij toe om zodoende ook extra ruimte voor organische meststof over te laten. En het werkt makkelijk omdat het in één werkgang kan tijdens het poten. In 2018 heeft BASF een nieuw aardappelfungicide geïntroduceerd. Het middel Alstar is toegelaten als grondbehandelingsmiddel voor de rijenbehandeling tijdens het aardappelenpoten. Het middel heeft een goede werking op Rhizoctonia en heeft daarnaast ook een nevenwerking op zwarte spikkel en zilverschurft. Het middel is goed mengbaar met bijvoorbeeld een insecticide, maar ook met vloeibare meststoffen. Daarnaast is het ook veilig voor het gewas. Onze verwachting van het nieuwe middel Alstar is dat het een goede Rhizoctonia-bestrijding uitvoert. En dat we volgend jaar met groot vertrouwen pootgoed kunnen uitleveren aan telers. En dat de telers blij zijn met de kwaliteit van het pootgoed.